K3-groep is in feite een gebiedsontwikkelaar. Wij ontwikkelen gebieden, we maken gebieden mooier. En dat doen we met name door de winning van de grondstoffen, zoals zand en grind. We zijn ook een hele grote kleiwinner. We leveren heel veel klei aan de Nederlandse bakstenenindustrie. K3 is een hele grote marktspeler en ik vind dat je daarin verantwoordelijkheid moet nemen. Zeker als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als er dan certificeringsprogramma's zijn die daarvoor zijn ontwikkeld, zoals CSC-programma, dan moet je daarin mee. Enerzijds voor onszelf dat we kunnen laten zien dat we dingen goed doen. En een ander ding is voor onze klanten, is dat we naast dat we het product leveren, we leveren nu een toegevoegde waarde, we leveren namelijk punten voor hun CSC-certificaat. En met zo'n CSC-programma word je gedwongen om alles wat je goed doet ook aan te tonen. En dan moet je dingen op papier zetten. Ik merk gewoon dat ik nu ook een soort ruggengraat heb waar we sommige dingen aan kunnen vasthangen. Het wordt een soort draaiboek voor duurzaam winnen. We hebben ons hele kwaliteitsmanagement systeem pakket is ondergebracht bij Kiwa. Omdat Kiwa voor ons met alles wat we doen de enige certificerende instelling is die het hele totale pakket kan certificeren waar wij behoefte aan hebben. Dus het is logisch dat je als je zo'n sterke binding met elkaar hebt en elkaar zo goed weet te vinden dat je dit CSC-traject ook samen gaat doen. Nederland staat voor een aantal hele grote transities op het gebied van energie, op het gebied van transport, op het gebied van biodiversiteit. En we willen in toenemende mate de kennis inzetten om een forse bijdrage te leveren aan die grote transities die wij als maatschappij moeten zien te realiseren. De missie van K3 is heel simpel. We willen Nederland mooier maken.